Yo, Kees van IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Thief Simulator. We hebben weer iets heel simpels. Ik ben vast naartoe gereden daarvoor. Breaking a window. Hoppa. Nou is het. Go away here. Keersbord. Niemand nodig. Ik ga sowieso niet gecaptured worden. Detected. I am escaped. Woo! Scheelde niet veel. Maar dat was de opdracht. You need to learn how to deal with standard locks. Oh, dat kan gedaan worden. Learn. Heb ik een standaard unlocked. Zo. Wait a minute. Kan ik even kijken bij. Geld heb ik toch ervoor. Oké, okay, wat moet ik nou precies gaan doen? Kan ik dat eens oefenen met de standaard lock? Standaard trading lock. Hè, hoe werkt dit? Fuck, dat doe ik. Oh, links. Waar staat rechts? Ja. Oké, nog een poging. Echt lekker duidelijk was dat. Hoppa, en rotated. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Hey, ik moet weer wc slopen. Dat is mijn hobby. Dat weet ik al. Er heeft niemand thuis tussen 9 en 10. En we slapen tot een uur of 8. AM. Sleep. Dat doet wel eventjes. Dan gaan we heel snel rennen. Oh, trouwens, ik heb het als ook gefixt dat ik nu kan rennen. Want de game had hem gezet op escape rennen. Don't ask me why. Ik denk nog iets van een kleine bug of zo. Dus ik kon niks random niet meer rennen. Dan moet ik escape indrukken. Af welk huis? 113. Kijk waar dat precies is. Oh, daar. I knew it. It was there. Oh, ik kon alleen niet sturen naar rechts of zo. Ja, gaat gewoon weer zo. Dat is dus niet mogelijk. Dan gaat het gewoon weer zo. Dus om 9 uur is niemand thuis. Oké, okay, dus over een. Was dat zijn 10 seconden? Is er dus niemand meer. Interesting. Kan ik erg makkelijk naar binnen? Dat heb ik nog niet unlocked. Ja, dat weet ik ondertussen. Ik ben gewoon aan het joggen.
Helemaal niets bijzonders aan de hand. Meteen moet ik dat doen. Ga eruit. Exit. Kom dan ook iemand anders aan. Een auto lockpick voor hebben. Hallo meneer. Ik doe niks raars hoor. Ik ben alleen aan het wandelen hier. En aan het inbreken. Ja? Hallo meneer. Nee dus. Nu misschien. Ja. Zo, nu kan ik rustig aan mijn gang gaan. Dank u wel. Alarmklok. Doekies. Oeh, een camera. More munnies. Nothing. Extra munnies. Zou ik niks bijzonders er wel liggen? Of course. Een geuthaar. Oké, okay. Nieuwe inventory terecht. Laat ik die crowbar trouwens wel meenemen. En dan een gitaar, zou denk ik best wel wat geld waard zijn. En dan gaan we snel die wc-pot kapot gaan slaan. Oh. Moest ik eens weer met S. Nee, met S. Ja. Ah. Kan dat? Ja, goed zo. En dan. Zo ja. Oeh, een router. Hoe moet ik nou doen dan? Break the toilet. Hey, waar is mijn crowbar? Daar. Gewoon makkelijk dat ik iets ga slopen. Request done. En die wil ik best wel graag meenemen. Erg vinden. Kijk, ik heb gewoon iemand die net een printer gekocht heeft van Marktplaats. Hallo mevrouw. Bent u hier lekker aan het wandelen? Ja toch? Ja hè? Wat stond er? Ja, dat weet ik. Ik kan stoppen voor de politie. Loop door! Dan kan ik verder met stelen. Pick up. La 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 la. Mevrouw, kun je even doorlopen? Ja? Dank u. La 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 ta ta la la pa. Dan gaan we dit weer naartoe brengen. Ik kan helaas niet rennen met dit. Zo groot en lomp is. Achterklep dicht. En rijden maar. Nadat ik de auto gestart heb. Gas geven. Hoppa. En naar home. Home sweet home.
Waarschijnlijk geen S. Level up. For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Wauw, is dat een serieus slechte Spider-Man reference? Zo klonk het wel. Router. Die kan ik ook verkopen. Ik denk dat ik ook huis op moet, zometeen. Oké. Skills. Eerst dat is unlocken. Oh, die quiet level 6. Oh, ik kan zo een inbraakje doen. Welk huisje was dat? Rent a tuck 112. En 113. Boah, dat moet er doen zijn. Gaan we snel instappen. Get in. Kom op, gas geven. Niet al langzaam. We zijn nog geen bejaardensoos. Die twee taken kunnen we heel snel doen. Welcome back. Welcome back. Alsjeblieft, Hugo. Dankjewel voor je monies. Nu kun je eens een nieuwe auto kopen, volgens mij. Ik kap pas een heel stuk later. Later kunnen nog auto's jatten en alles. En er is een nieuwe buurt toegevoegd, zag ik op patch notes. Dat is helemaal niet wist. Jongen, niet uitstappen. Dus we moesten naar 112 en 113. Waar is dat? Dan moeten we hier straks een keer gaan inbreken. Haha, ik kom lekker eerder. Na. Twee auto's? Wow. What's going on here? Fuck. What happened? Go away, please. I will go. Home. Mag dat tegenwoordig niet meer parkeren? Wat een stelletje aso's. Ik wil gewoon rustig gaan parkeren daar. En ik had de politie op me afgestuurd. Wat is dat? Wat is dat nou van bullshit? Nou, gaan we nog een poging proberen. Zou ik de hele weg al gaan blokkeren? Kan ook. Het is niks verdachtzaam wat ik deed. Het is gewoon makkelijk parkeren. Er zit best wel een lekker tempeltje nu in. Met het rijden. Ik gewoon in de planten zetten. Valt nog minder op. Die zijn thuis. Backdoor has an easy lock. Hallo mevrouw, loopt u maar lekker door. Ik woon hier gewoon. Gewoon proberen. Nee dus. Ook nog net niet. Got heard by a tenant. Wacht even. Die achterkant niet. Hi. Jesus. Oké, we gaan even verschuilen. Dan heb ik als de politie ons kan vinden. En ik dat ik hierbij deze aflevering ook kan afsluiten.
Want ik denk van, oh, dat gaat wel makkelijk worden, maar schijnbaar dus niet. Dus we gaan eens even kijken wat de politie gaat doen. Hey! Bob! Oh. We are busted. Bij checkpoint. Maar in ieder geval, we gaan de volgende episode hier verder. Slaaf een like achter je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.